Hey, hallo en welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer gezellig Minecraft en we zijn even lekker aan het kijken naar onze mooie arena. Er wordt ondertussen lekker geslapen door iedereen, dus ja, het zijn zoveel mensen online ook weer vandaag en wat een gezelligheid. En ja, ik heb de paden heb ik nog doorgetrokken bij de camera om en we hebben natuurlijk de vorige aflevering hebben we het arena afgebouwd. Ik ga nog achter het scherm een paar kleine detailtjes ga ik nog eventjes verwerken. En een van onze kijkers die is hier bezig met ook een huis bouwen. Ik heb wel alvast een pad er langs getrokken, dat is dat hij niet al te dicht tegen de arena aan en zo gaat bouwen. Maar dit is als het goed is van Miel de B. Ja, die heeft koetjes, die heeft een varken. Die heeft hier geloof ik, nee dit is een klim, maar ik geloof niet dat ik dit had zo wat doorgetrokken, dat weet ik niet zeker. We hebben ook lekker veel hout, we hebben ook heel veel koeien en heel veel schapen en heel veel wiet. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Dus ik denk dat we eventjes heel wat koeien gaan slachten, zodat wij lekker boekjes kunnen maken. Gaan we sugarcane regelen, gaan we misschien nog even minen voor wat diamonds en netherpot bouwen. Dus we gaan eventjes een knimpje doen en dan zijn er heel wat koeien weg en heel wat koeien bij. One eternity later. Zo, hoppa, we zijn van flink wat koeien af. We hebben 20 ladder. We hebben hier nog wat kleine koetjes, wat kleine schaapjes en ook nog heel veel schaapjes. En schaapjes geven natuurlijk geen ladder, dus dat is wel een beetje jammer. Dan gaan we nu eventjes heel wat sugarcane minen. En dan zijn we zo weer terug. 2000 years later. Zo, en dan hebben wij weer 20 boekies, wat mooi. Hebben we ook genoeg hout? Ik denk van niet. Nee, niet in de buurt van. Zo hebben we weer 6 boekenkasten. En hier hadden we nog 4 boeken. Dat zijn nu 6 boeken, mooi. Dan kunnen we qua boeken weer 2 boekenkasten maken. Niet qua hout, dat hebben we nog aanzienlijk te weinig. En ik had ook geloof ik nog ergens anders boekenkasten. Dat moet ik alleen eventjes, moet ik ze even terugvinden. Dat is een beetje het enigste wat ik zie. Hier. Waar had ik die nou? Waar heb ik mijn boekenkastjes nou gelaten? Oh, ik verlies ook echt al mijn spulletjes altijd, hè. Hier, ja, hier nog 4. Hebben we 10 bookshelves, mooi. We hebben ja, nog 1 diamond nodig, dan zouden we een enchanting table kunnen maken. En ja, we hebben ook nog niet echt een plekje voor een enchanting table of zo. Dit is allemaal maximaal uit. Ik denk dat we hier de enchanting room van gaan maken. En die ziet er nog helemaal niet zo mooi uit. Dus we gaan eventjes hout hakken en dan gaan we deze kamer even helemaal mooi inrichten. Zo, hoppa. Nou, de muren zijn nu in ieder geval af. Wat ik met het plafond wil gaan doen. Ja, met het plafond kan ik natuurlijk niet heel veel doen, want als ik er een gat in haak. Oh nee, in dit geval dan niet. Hier gaat wat mis, geloof ik. Ik snap dit niet meer. Ik ga nu naar boven. Dit breekt alles. Oh, ik heb zelfs een gat gehakt in de tafel. Ja, nou, als ik natuurlijk naar boven haak, dan kom ik uit in de kamers. Er zitten nu, als het goed is, hier zitten allemaal van die gekke strookjes steen. Hier ook. Ja, die moeten we eventjes overal maken. Anders ziet het er zo insymmetrisch uit. Dan is het niet meer mooi als het niet overal zit. We kunnen nog iets misschien van trapdoors op doen of zo. Geen idee hoe we dit mooi gaan opvullen. Maar in ieder geval het eerste stuk van de... Hoe heet het? Van de enchanting room af. Ik heb ook al wat boekenkasten geplaatst. We moeten natuurlijk nog wel rondom het toveren en de drankjes en zo moeten we nog wel wat meer details gaan toevoegen. Misschien nog wat gangen naar andere kamers of zo. Misschien, ja. Het moet allemaal nog wat, misschien nog wat meer aangekleed. En ja, dat gaan we allemaal door de loop van de survival allemaal wel weer mooi aanpakken, hoop ik. Zijn we klaar nu? Nee, we moeten hier nog. Zo, hop, 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 hop. Mooi. Overal steen. Nu is het niet meer gek, want nu zit het overal. Ja, nou, ik ben best wel tevreden. Ik vind deze muur echt nog hartstikke lelijk. Dus daar gaan we nu ook eventjes verandering in brengen. Hop, geef me dit stukje steen maar weer. Zo. Ik heb geen logs meer. Dat is wel jammer. Dan weet ik ook niet echt hoe we deze muur zo mooi gaan maken. Maar dat komt vast wel goed, of houdt gewoon zo helemaal open. Zo, hop. Kan dit ook nog even weg, alstublieft, bedankt. Zo. Mooi, 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 mooi. Zo. Hoppa. Weg. Die muur. Zo. Het is wel nog wel een beetje, ja, onderbelicht. Ik heb expres van dat birch hout erachter gedaan, zodat het wat lichter werd en dat het er wat meer uitsprong. Ik weet nog steeds niet of ik hier nou ook traptreden wil. Of dat ik deze vensters hier wel leuk vind. Of dat ik er toortjes of zo op ga doen. Dat moeten we ook nog allemaal uitvinden. Dit is natuurlijk de plek, ja. De vloer, wat gaan we met de vloer doen? Dat is ook een goede vraag. Hebben we niet deep slate of zo? Ja, we hebben wel deep slate. Wat kun je van cobble deep slate allemaal maken? Kan ik van cobble deep slate hier naar chisel deep slate? Naar... Deep slate, ja, normale dingetjes. Ja, ik denk dat deze wel mooi zijn van deep slate. Ik heb natuurlijk ook niet zo heel erg veel deep slate. De deep slate is een hele, ja, oh, dat wordt veel mooier. Als we dit nou allemaal, dus een hele lichte ruimte, en doen we er zo'n hele donkere vloer in. Ik denk dat dat wel een heel erg leuk kleurcontrast gaat geven hier, joh. Dat is wel heel gaaf, ja. Dit moeten we even overal eventjes gaan doen. Maar ja, zoals we nu natuurlijk ook kunnen zien, hebben we daar niet in de buurt van genoeg deep slate voor. Maar we hakken wel gewoon alvast alles uit. En dan vullen we voor zover we kunnen vullen. En dan maken we dat later ook wel een keer af. Zo. Gaan we hier gewoon een rechte lijn trekken? Of doen we dat echt pas... Ik leg hier wel eventjes die lijn neer. Dan heb ik sowieso niet te veel ingerekend. Ik reken liever wat te weinig en dat ik dan wat meer moet halen dan dat ik nu te veel reken. Dat ik zo meteen heel vaak dood ga omdat ik al deze stenen wil regelen. En dat ik dan dat ik dan later toch niet meer nodig heb. Nou, ga je deep slate en zo ga je als bouwblok natuurlijk altijd wel een keertje nog gebruiken als je er eenmaal mee begint. Maar zo, hop, stoppen we alvast daar allemaal steentjes in. Klik. Klik, klik. Zo, mooi. We kunnen lava hier omheen, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk, want daar gaat al wat hout in de fik. Maar water zou wel kunnen. Maar dan moet het hieronder weer deep slate worden en dan moeten al die randjes ook deep slate. Dus ik denk dat we dit gewoon lekker deep slate gaan maken. Ik neem eventjes wat pickaxes mee en maak eventjes mijn inventory leeg. Waar is nog een leeg kistje? Hier is nog een leeg kistje. Gewoon even waar hij wel alles... eruit. Mooi, 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 mooi. Op, nemen we die mee, nemen we die mee, nemen we die mee, nemen we die mee, nemen we die mee. Heb ik nog eten? Ik neem eventjes mijn eten mee. Mooi. Heb ik ook nog ergens, als het goed is, wat armor liggen. Weet ik alleen even niet waar. Maak ik ook nog eventjes een paar hier. Nee, maar heb ik ook nog... Oh joh. Even kijken. Zo, hop, ook nog eventjes wat iron. Zo. Net als we nog wat moois tegenkomen, dat we dat ook even gelijk kunnen hakken. En heb ik, ja, ik hoef niet zoveel meer iron bij me te hebben. En dan doen we eventjes een korte timelapse van hoe we heel lang gaan minen in de eindeloos donkere mijnen. Oh, het is ook weer veel te lastig om aan dripstone te komen. Misschien dat wij wat dripstone kunnen gaan krijgen door onze dagelijkse beloning. Eventjes mooi op bij de dag. Kunnen we hier überhaupt wel dripstone uit krijgen? We kunnen hier niet eens dripstone uit krijgen, dat is wel heel erg jammer. Dat is wel echt heel erg verdrietig. We krijgen 32... Nee, lief vast. We krijgen 32 netherquartz. Dat is fijn voor redstone onderdelen en redstone dingetjes en circuitjes en zo. Mooi. Ik weet ook dat hier... Is dat? Dat is de marktplaats, dat is de verkoper. Zijn er misschien dripstones op marktplaats? Nee, wel heel veel zombie spanners en zo. En... amethyst shard en heel veel iron ingot, heilige pickaxe, superschoenen. Prijs 20.000 maat. Hoe komen mensen aan 20.000 euro? Ja, dus even rustig joh. Oi, oi, oi. Wacht, zag ik hier nou? Nee, ik heb niet goed gezien. Hebben ze nou echt niet gewoon eventjes een dripstoontje voor mij hier voor een schappelijk prijsje? Is dat er nou echt niet? Is er skulk sensors hebben ze hier. En heel veel redstone dingetjes. En niet eens eventjes een simpel stunky steen. Ze hebben niet eens gewoon een fijn stukje steen voor mij. Wat is dit nou weer joh? Music Dist, hoe kan je... De boekjes van hoe kan je land claimen, die worden gewoon verkocht. Wat is dit nou weer? Nee, en hier ook niet. Wat jammer dit. Wat jammer. En we hebben ook niet een /shop zoals in Skyblock, waarin we de spullen kunnen kopen die we nodig hebben. Dus dat is heel grappig. Oh, iemand heeft hier gewoon een dikke banner op zijn kop. Nice. Nou, dan gaan we denk ik maar weer terug de wereld in. En dan kunnen we helaas nog helemaal niks gaan doen met ons... Maar ik kan me wel echt herinneren dat ik in een hele grote grot iets van dat dripstone heb gezien, dus... En hier is ook een stenen bruggetje. Ik wil eigenlijk echt wel met een beetje... Gewoon, het is één zo'n stukje dripstone wat ik nodig heb. En dan heb ik oneindig lava. Een oneindig water kon je sowieso al krijgen, dus daar vooral niet zo heel erg veel. Ik zie wel eieren, dus dat neem ik ook sowieso wel even mee. Dat vind ik ook wel fijn. Ja, we hebben vandaag dan, als we vandaag niet eventjes snel is hier dripstone. Stop eens met verstoppen, dripstone, ik wil je. Gimme, gimme, gimme. Geef me nou gewoon eventjes die kleine stukjes dripstone, joh. Doe eens even leuk. Skelet, heb je voor mij dripstone? Nee, waarschijnlijk ook niet. Ik zie ook niet in de verte drips. Oh joh, hij gaat wel op me schieten, daar hou ik niet van. Ja, dan denk ik dat we toch maar weer terug naar de overworld gaan. Zo, op. Nou, daar zit goud onder, nice. Kunnen we hier helemaal naar boven zwemmen? Heel gek dat je tegen het water heen kan zwemmen. Zo. Hop, hop, hop. Zo. Hop. Hop, 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 hop. Zo, 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 hop, 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 hop. Zo, zo, mooi. En mooi, 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 mooi. Dan kunnen wij hier geen dripstone meer krijgen. Toch ga ik nog even een klein stukje rennen over ons schiereiland. Misschien dat we een dripstone grot of zo tegenkomen. Want ik wil eigenlijk wel heel erg graag dripstone. Dus ik ga nog heel even snel zoeken en dan zijn we zo weer terug. One eternity later. Oh, ik ben ook gewoon dood gegaan. Ik ben gewoon tijdens het zwemmen ben ik gewoon verdronken. Ik ben al mijn spulletjes weer kwijt. Gelukkig had ik de belangrijkste spullen hier gelaten. Dus we zijn eigenlijk niet echt belangrijke spullen kwijt. Gewoon een pickaxe, daar komen we wel overheen. Wat berkenhout. Bucket of lava was gelukkig ook al hier. Maar ik heb geen dripstone gevonden. Dus behouden deze aflevering. Heeft een treurig einde, want we zijn onze spullen kwijt. En we hebben eigenlijk niet echt kunnen behalen wat we wouden behalen. Dus we zien jullie graag terug bij de volgende aflevering. Hopelijk hebben we dan wel geluk. Misschien een dripstone die op Marktplaats. En dan zien we jullie graag terug bij de volgende. Abonneer zeker als je het een goede video vond. Tot de volgende maar weer. Later.